De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, bereidt een stappenplan voor om het plafond van de oogpolie te herstellen. Dat zegt bedrijfsleider Jules Isaias tegenover onze nieuwsdienst. Het plafond is vanochtend rond 3 uur in zijn geheel ingestort. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, maar de schade is enorm. De polyklinieken oogheelkunde en dermatologie zijn als gevolg hiervan tot nader orde gesloten. Inmiddels is de ravage opgeruimd, deelt Isaias verder mee. Er wordt volgens hem nagegaan hoe groot de schade is. Maandag moet het stappenplan al af zijn en dan zullen de herstelwerkzaamheden starten. Voor spoedgevallen kunnen patiënten zich aanmelden bij de hoofdingang van het ziekenhuis, waar ze verder begeleid zullen worden.